En hoppakee, de eerste die op level 50 zit, jongens. Reptaal, de eerste Pokémon op level 50. We gaan bijna Pokémon kampioen worden, jongens. Let's go! Yo, Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En we gaan weer verder met de Water Pokémon Only Challenge in Pokémon Sword. En ja, we gaan naar het laatste stukje van de game, want in de vorige aflevering hebben we alle 8 de badges weten te fixen. We hebben Ryan verslagen. En ja hoor, het was zover. We mogen gaan meedoen aan de Pokémon kampioenschap. Maar nou ben ik dus benieuwd, hè. Wat zou jullie waterteam zijn als je deze challenge zou doen? Ik heb natuurlijk nu een Inteleon, een Lantern, Seismitoad, Toxapex, Octillery en Gyarados. Maar er zijn nog veel meer waterpokémon. Zo kan je bijvoorbeeld gaan voor Vaporeon. Want Vaporeon is wel, denk ik, de sterkste van de eerste 3 evolutions. Gewoon overall gezien, hij heeft een goede defense, goede aanval. Maar ja, Vaporeon is wel alleen maar een watertype. En ik ben met name op zoek geweest naar Pokémon die een duotype hebben. Dus die niet alleen maar watertype zijn. Inteleon is alleen een watertype en voor de rest probeerden we allemaal duotype Pokémon te fixen. Dus ja, we hebben dus geen Vaporeon gekozen in ons team. Die kan je vinden in de Lake of Outrage. Daarboven op die berg, daar spannen altijd allemaal evolutions, elke dag een andere. En wie je daar ook kan vinden is Rotom. En van Rotom kan je natuurlijk ook een electric en een watertype Pokémon maken. Wij hebben natuurlijk Lantern in ons team. En ik moet je eerlijk zeggen, Lantern is wel oké, maar zijn stats zijn nou niet echt dat je denkt van wow, echt fantastisch. Ik denk eerlijk gezegd dat de stats van Rotom iets beter zijn dan die van Lantern. Dus dat had op zich ook wel een optie geweest. Die kan ik helaas vandaag niet vangen, want je kan alleen een Rotom vangen als het regent in de Lake of Outrage. Ondertussen moeten we tegen een Gardevoirtje vechten. 2 andere hele interessante Pokémon die je in je team zou kunnen doen zijn Arctofish en Dracofish. Dat zijn Pokémon die kan je krijgen door fossielen te laten restoren. Maar daar is weer het probleem bij. Als je dat doet, dan is die Pokémon level 10. En Gardevoir is een beetje irritant bezig nu. Gardevoir, doe eens even niet, joh. Ja, dus we kunnen dat nu wel doen. En dan hebben we misschien een draaktype Pokémon. Alleen, ja, weet je, dat schiet alleen ook weer niet zo op. Want die is maar level 10. En ja, dat gaat niet helemaal goed komen. En dit gaat ook niet helemaal goed komen met die stomme Draining Kiss. Ik heb ook echt bijna niks wat super effectief is op Gardevoir. Ja hoor, en hoppakee. Gardevoir is weer vol HP. Hou op, oké. Kijk, lekker. Zo doen we dit. Hoppakee. Smeagol en David Jones, beide een leveltje omhoog. Dat hebben we nodig. Lekker. Man, deze dokter was irritant. Nou, de andere Pokémon die je nog kan kiezen als je deze challenge doet, is natuurlijk Lapras. En Lapras die heeft alleen wel veel weaknesses. Dat is een beetje een nadeel van Lapras. Lapras is water en ijs en daarmee heb je best wel veel weaknesses. Dus ik vind Lapras wel een hele leuke, maar geen hele optimale Pokémon voor zo'n challenge als dit. Steel-type Pokémon, doe Drain Punch. Oké, dat doet niet zo heel veel damage. Dit had veel meer damage mogen doen en hij doet dik. Zijn we weer op een route met allemaal irritante tegenstanders, jongens? Volgens mij wel, hè? Sowieso is het heel irritant dat het hier hagelt. Al die battles duren langer, gewoon omdat het hagelt. En dan mis ik ook nog mijn aanval. En dan weer hagel. Ja, en dan Steelix ook hagel. Ah, ik vind het echt wel een beetje een vervelende route eigenlijk. Je hebt natuurlijk ook nog Cramorant. Dat is een Flying en een Water type. Flying en Water is op zich wel een interessante combinatie. En ja, als je een Water en een Flying type zoekt, dan is Gyarados denk ik gewoon de beste optie om te pakken. Dus dan heb je ook gelijk al dat je Pelipper kan afschrijven eigenlijk. Want dat is ook een Water en Flying type Pokémon. Maar Gyarados is gewoon de beste. En over 1 Pokémon heb ik het eigenlijk nog niet zo vaak gehad. En dat is Gastrodon. Veel mensen vinden Seismitoad of Quagsire niet eens de beste Water en Ground type Pokémon. Heel veel mensen vinden. En waarom loop ik hier trouwens heen? Want ik kan hier toch niks doen. En hier liggen ook geen items. Dus ja, laten we maar gewoon weggaan. Maar veel mensen vinden Gastrodon eigenlijk de beste combinatie van een Water en een Ground-type Pokémon. Hij heeft alles. Hij heeft een goede aanval, goede defense. En zijn stats zijn eigenlijk vaak beter, zeggen veel mensen, dan die van Seismitoad en dan die van Quagsire. Nou, het ding alleen is dat ik Shellos en Gastrodon niet zulke hele boeiende en interessante Pokémon vind. Ik vind ze gewoonweg niet zo heel erg leuk. Ik heb ook wel zoiets altijd van, ik hoef niet per se de allersterkste Pokémon in mijn team te hebben. Ik wil gewoon vooral ook leuke Pokémon in mijn team hebben, waar ik plezier mee heb als ik gewoon met die Pokémon speel. En Gastrodon vind ik nooit zo heel erg boeiend of zo. Terwijl dat eigenlijk wel een hele goede en een hele slimme keuze is voor je waterteam. Dit is trouwens echt zo'n Pokémon. Ik heb geen idee wat voor type Claydol eigenlijk is. Is het een Ground-type Pokémon? Ja, volgens mij is het wel een Ground-type Pokémon. Claydol doet Earth Power. Dat is altijd best wel een sterke aanval, maar hij doet mij niet zo heel veel damage. Zou ik hem ook kunnen verslaan met een Drain
Brain Punch. Dat zou wel lekker zijn, want dan heb ik gelijk weer wat HP erbij. Oh, nee. Oké, foute keuze. Die is not very effective. Ik heb hem wel gepoisoned, maar dat zal niet genoeg zijn. Doet hij nu nog een keer Earth Power, ja hoor. Of gaat het wel genoeg zijn? Want hij is natuurlijk ook hagel. Of houdt hij nu nog 1 HP over? Nee, hij is wel verslagen. Oké, chill. Een ander water- en grondtype wat er eigenlijk heel erg vet uitziet, maar niet zo heel erg goed is Whiscash. Ik vind Whiscash misschien nog wel het leukste qua looks, maar die is gewoon echt niet zo goed. Die heeft echt niet zulke hele goede stats. Dus ja, vaak laten mensen Whiscash links liggen omdat je Quagsire, Seismitoad of Gastrodon hebt, die gewoonweg iets beter zijn. Eentje waar ik veel over heb zitten twijfelen is Golisopod. Golisopod is natuurlijk een hele snelle Pokémon en die heeft zo'n ability dat als die minder dan de helft van zijn HP over heeft, dat die teruggetrokken wordt. Dat die terug gaat in je team en dat je een andere Pokémon moet kiezen om mee te vechten. En ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Ik weet niet of ik dat echt ideaal vind. Het is soort van wel handig, maar ik kan me ook voorstellen dat het op andere momenten best wel irritant kan zijn als je juist op Golisopod vertrouwt ofzo. Hoppakee, Corviknight is trouwens ook weer even down, we gaan lekker. Een andere Pokémon die misschien interessant kan zijn, zijn Corphish en Crawdaunt. Die zijn namelijk water- en dark-type. En dark-types kunnen over het algemeen ook best wel handig zijn. Die hebben vaak een dubbele effectiviteit op Pokémon waar je normaal misschien een beetje moeite mee kan hebben. Dus Corphish en Crawdaunt zouden op wat mij betreft ook op zich wel een optie zijn als je zo'n water-only challenge doet. Al weet ik niet zo heel erg goed hoe goed de stats zijn van die Pokémon. Dat durf ik niet echt te zeggen. Nou, moeten we even nog afrekenen met Flygon. De Pokémon van Ryan natuurlijk ook. Later Flygon. En hoppakee, de eerste die op level 50 zit, jongens. Reptaal, de eerste Pokémon op level 50. We gaan bijna Pokémon kampioen worden, jongens. Let's go. Hoppakee, nu wil ik even Gyarados gaan trainen, hoor, jongens. Want die is nog best wel low level. In vergelijking met de rest, die is pas level 46. Weet je, eigenlijk hadden we Lotad in ons team moeten doen. Ik was even vergeten. Ik dacht dat die alleen grass was, maar dat is natuurlijk ook een watertype. Lotad evolueert in Lombre en Lombre evolueert in Ludicolo. En dat is best wel chill, want dat is een water- en een grastype. Dus dat eigenlijk hadden we die nog wel nodig in ons teampie. En als ik 1 iemand aan mijn team zou moeten toevoegen die er nu niet in zit, dan zou dat denk ik toch Ludicolo zijn. Terwijl Plipper nu even heel irritant gaat doen volgens mij. Gaat hij de hele tijd Roost doen. Daarmee vult hij zijn HP weer voor de helft aan. En ik ben net niet sterk genoeg dat ik de helft van zijn HP er in één klap afgooi. Dus oké, hoppakee. Dit is hem. Crunchy, erbovenop. Baba Plipper. Dat gaat toch gewoon helemaal goed komen, jongens. Lekker. Een Pokémon waar we het helemaal nog niet over hebben gehad is Milotic. En Milotic ziet er echt uit als een legendarische Pokémon. Maar is het gewoon niet. Het is gewoon alleen een water-Pokémon. Ik vind het net een Dragon-type of zo. Of een Legendary. Maar Milotic is gewoon een simpele water-Pokémon. Ik heb Milotic nog nooit geprobeerd. En ik zou niet weten of Milotic een goede Pokémon is. Ja of nee. Misschien weten jullie dat wel. Misschien is er iemand van jullie die heel graag Milotic gebruikt. Terwijl David Jones level 48 is en Soak wil leren. Dat ga ik niet doen, want Inteleon kent die move al. Maar Milotic, is dat een beetje een goede Pokémon? Hij evolueert vanuit Feebas en dat is natuurlijk best wel... Ja, de Feebas is niet echt een Pokémon die je heel snel in je team zou doen, lijkt mij. Lijkt me een beetje op een iets betere variant van Magikarp. Even achter het... Ik wou zeggen, gaan we even achter het tentje langs. Maar die Beartic, die is opeens super snel geworden, jongen. Waar kom jij opeens vandaan, jongen? Ik denk als ik achterlangs loop, dan kan ik er wel langs. Maar nee, hij is level 55. Dit gaat me nooit lukken om deze te verslaan, joh. Ik ben wel sneller, dat dan weer wel. Maar ja, een kwart HP eraf of zo. Superpower, ja, die gaat mij nakken, jongen. Alhoewel, het is niet super effective. Dus oké. En zijn attack en defense zijn ook naar beneden. Oké, misschien gaan we Beartic toch even lekker verslaan. Lekker, hoor. Als we een level 55 Pokémonnetje kunnen pakken, dat zou super chill zijn. Oh, hij gaat slapen. Nee. Dan is natuurlijk nu zijn HP weer vol. Zou die hem ook kunnen aanvallen in zijn slaap? Heeft hij bijvoorbeeld snor? Dat zou wel echt lekker zijn. Dan is dit best wel een ideale Pokémon eigenlijk, hoor. Nee, hij valt me niet aan. Hij slaapt gewoon. Ondertussen is de defense al 2 keer naar beneden gegaan. Dus ik heb een beetje goede hoop dat we hem met nog 1 klappie nu kunnen verslaan. Jammer dat Beartic geen water-Pokémon is. Dan had ik Beartic sowieso even in mijn team gedaan, jongens. Nee, ik mis hem. Nu wordt hij wakker. Doet hij weer superpower. Oh. En gaat hij zeker hier nou weer slapen? Kom op, Gyarados. Ja, oké, nu hebben we hem wel. Zomaar komt hij me aanvallen, jongen. Oké, volgende battle. Weet je welke water-Pokémon ook nog interessant kan zijn, jongens? Freelish en Jellicent. Want dit is een water- en een ghost-type. En dat is op zich ook wel een sikke combo. Ik hou wel van ghost-type Pokémon. Die zijn vaak best wel sneaky. Alleen ja, met Jellicent heb ik ook weer zoiets van... Ja, die ziet er gewoon niet cool uit. Dat is gewoon hetzelfde verhaal als met Gastrodon. Dat kan best wel een goede Pokémon zijn. Maar niet voor in mijn team. Want ik wil gewoon ook Pokémon die er gewoon ook goed uitzien. En ja, Jellicent. Ondertussen rekenen we even af met het gigalitje hier zo. Nou, nog maar even een waterval erbovenop. Hoppakee. Een Pokémon waar we het ook nog niet over hebben gehad... is Jupiter en een Raquanid. Dat is een water- en een bug-type Pokémon. Nou, weet ik altijd... Ja, bug, daar hebben meeste mensen niet zo heel veel mee. De meeste mensen vinden dat niet heel cool.
cool of heel sterk of nou ja. En dan moet ik je dan vaak ook wel een beetje gelijk in geven eigenlijk. Maar Araquanid is best wel oké. Die is best wel nice. Die heb ik namelijk een keertje gebruikt in mijn Pokémon Sun and Moon avonturen. En hij beviel me eigenlijk wel. Ik vond hem wel oké. Het ging altijd wel lekker. Hij was best wel snel. Hij ging niet zo heel snel dood. Hij had best wel goede aanvallen ook. Vooral goede bug-type moves. Ja, en in competitive gameplay wordt Barracuda gewoon heel veel gebruikt. Omdat hij zo super snel is. Een van de snelste Pokémon die er is. Dat is echt een sweeper Pokémon. Oftewel, die kan heel snel tegenstanders uitschakelen. Want zijn attack is ook hoog. Zijn attack is goed. Special attack is ook oké. En zijn snelheid is heel goed. Alleen, ja, zijn verdediging is heel slecht. Dus hij gaat ook zelf heel snel dood. Terwijl we ook even snel die Phalanx hebben verslagen. En hoppakee. Ook Smeagol is nu level 50. Heb je nou nog een Pokémon? Een Graplocked. Oh, trouwens, als je dit nou een leuke video vindt, doe even snel dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer op dit kanaal. Dan ga ik even deze Graplock uitschakelen. Dan komt hij. Hoppakee. Psybeam. Oeh, oké. Niet nog ineens de helft. Hij zorgt er nu voor met zijn Octolok dat ik niet meer kan ontsnappen. En de hagel sloopt hem dan toch nu voor meer dan de helft. Samen met mijn Psybeam. Dus deze beurt gaan we hem sowieso verslaan. Gaan we dat alleen nu doen? Of hebben we daar nog hagel voor nodig? We hebben daar nog hagel voor nodig. Hij doet een superpower. Ja, dank je. Oh man, critical hit alles. Moet dit nou? Moet je weer mijn Octillery kapot maken? Zomaar. Ja, Jennifer gaat nu wel weer naar level 48. Maar ja, nu krijgt David Jones alsnog geen XP. Oké, de volgende battle is een duo battle. Dan ga ik even Thor erbij gebruiken. Oh, maar dat is altijd niet handig. Want ik kan geen electric type moves doen, omdat ik daarmee mijn Gyarados ook kapot maak. Ja, en trouwens, als je een goed water- en steentype zoekt, dan moet je gewoon eigenlijk voor Dreadnought gaan. Want die is ook best wel oké. Ik heb hem eigenlijk altijd niet gebruikt, maar... ja, er is niks mis mee. Ik denk dat we maar zo snel mogelijk die Heliolisk moeten gaan proberen uit te schakelen. Dus ik doe Waterfall. Dat is gewoon altijd een sterke aanval. Hoppa! Kijk, Heliolisk heeft blijkbaar ook niet zo'n hele goede defense, jongens. Reptile! Hoppa! Level 51 zelfs al in deze aflevering. Lekker hoor. Moeten we alleen nog afrekenen met deze Klinklang. Dan ben ik benieuwd wat hij gaat doen. Shift Gear. Hij gaat ervoor zorgen dat hij sneller is. Oké. Okay. Oh, ze hebben er gewoon nog één. Ze hebben nog een Noivern ook. Nou, dan gaan we nu voor Noivern. Die moeten we ook even pakken. Oh, Klinklang heeft Zap Cannon. Oh, Jennifer, kom op. Oké. Oef. Ik ben geparalyzed. Oh, super fang van Noivern. Dan gaat de helft van de HP van Thor er ook af. Oh, gosh. Oké, Bubble Beam op Noivern. Ik denk dat Gyarados strakjes verleden tijd is, jongens. Oh, hij is inderdaad paralyzed. Oh, dit is heel naar. Oké, Jennifer gaat dit sowieso allemaal niet overleven. Dus ik ga nu gewoon voor Discharge. Misschien dat ik dan namelijk die Noivern gewoon kan slopen. Kijk, dit dacht ik al. Dat inderdaad Jennifer het niet zou overleven. Die is nu genakt door Noivern. Dan kunnen we nu keihard Discharge doen. Ah, dit is niet... niet genoeg. We hebben Noivern wel geparalyzed. Oké, Seismitoad, you're next. Come on. Drain Punch op die Klinklang. Klinklang is klinklaar. Hoppakeetje. Gooi dan nog even een Bubble Beampie op Noivern. En hopelijk is Noivern nu ook gewoon even geparalyzed. Nee hoor, hij kan wel zijn Tailwind gebruiken. En er komt ook nog even Togedemaru. Ja, die gaat Zingzap doen, maar dat doet hij op Thor. En daarmee krijgt Thor HP erbij. Want Thor krijgt er HP bij als hij een elektrische type moves op zijn bakkes krijgt. Dus dat is helemaal top. Noivern doet even super fang. Daar ben ik niet zo blij mee, want ja, nu is gelijk de helft van de HP van Seismitoad weg. Maar hij pakt wel weer veel HP terug met deze Drain Punch. Oh, en hij heeft Iron Barb Togedemaru. Oké. Gaan we deze battle nu beëindigen? Noivern is in ieder geval klaar. Die is er ook weer vandoor, terwijl Davy Jones nu ook naar level 49 gaat. Togedemaru heeft nog één klein klapje nodig, maar hij gaat toch nog even in de aanval hoor, die kleine rakker. Daarmee sloopt hij wel zichzelf. En ook Togedemaru is... gone. Ja, ja. En dan zijn we bovenop de berg. En dan zijn we er, hoor. In de volgende stad. En hoppakee. Daar gaan we. Het is altijd een lang stuk, hè, dit. I know. Maar we hebben het even gehad over wat nou het beste water-Pokémon-team zou kunnen zijn. Laat even in de reacties weten wat jullie water-Pokémon-team is. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo-video's. En dan zie ik je bij de volgende video. Tenzij je me live wil zien game. Dan moet je even naar twitch.tv/Rickachu. Mazzel!